is volgens mij een manier om... Ja. Hier beneden zat iets volgens mij. Let's find out. Nou, dat was het niet. Daar ging niet helemaal zoals gepland. Ach ja. Dus wel. Ja, Raging, niemand houdt je tegen. Maar zou dat wel graag wil koken, jongen, dan doe je dat. En als je dat ook nog zou willen streamen hier, dan doe je dat. Ja. Spellen zijn alleen zo duur. Nee, dat, ja, het ligt er natuurlijk wel aan wat voor spel, maar... Ik ga lekker mijn zorg natuurlijk lopen. Flikker maar op, dat is veel vetter. Ja, dat klopt. Zelda Mario spellen zijn gewild. Dat, Kom dan. Hallo. Haha. Oh, je hebt ooit je 64... Oh, dat is zonde. Ja, dat had je sowieso nooit moeten doen. Ik heb mijn NES en mijn SNES nog steeds liggen. 64 heb ik nooit gehad, helaas. Maar ik ga ze nooit van mijn leven wegdoen. Dat is één ding wat ik wel weet. Ja, Raging. Dat is echt zonde, man. Ben ik met je eens. Nee, Rick, helemaal mee eens. Master Luigi. Dus daar zit... Ja, ja. Oh, ik zie dat jullie bloos. Oké. Okay. Oh ja, wacht even, dat is waar. So true. Dan moeten we naar die vent gaan. Let's dive! En dan kunnen we ook met de papegaai... Weet je wat? Zullen we voor de grap met de papegaai gaan praten? Omdat het toch kan. Ja! Hold dan maar op. En dat was het, ja. Tot de beruchte. Oh god. Ja, die crash. Het was echt heel erg. Alhoewel, ik moet zeggen, ik heb die crash vorig jaar niet gezien. Want ik vorig jaar eigenlijk helemaal Zelda Marathon NL niet gezien. Haat me niet! Maar ja.
Ja, ik heb gehoord dat die crash niet heel, heel vrolijk werkt. Ja, ik heb het gemist, ik heb het gemist. Daar baal ik wel echt van. Als ik dat geweten, dan had ik zeker gekeken. Zwaait met zijn morfel. Fijn, één ding doe je niet goed en wordt meteen gehaat. Zurk, ik wist er niks van. Sorry. Er is mij niks over verteld of wat dan ook. Want anders destijds niet. Dus ik kan zeggen, als ik dat had geweten, had ik erbij geweest. I swear. Ja, we gaan gewoon. Hoezo wel bijna? Wat? Wat bijna? Oh, dat vind ik zo vervelend. Dat vind ik echt een hatelijk stuk. En eigenlijk heeft het alleen maar te maken met het feit dat je zit zonder paard. Die overworld is gewoon way too huge. Maar ik zag daar wel iets interessants. Dus ik ga lekker terug. Oh, wacht even. Ja, dan moet ik hem op. Forget it! Pak het alweer niet meer. Ja. Oh, Emiel, come back! Dankjewel, Emiel. Moest je daar dan niet met je klasshot overheen toevallig? Heeft echt geen idee meer hoe dit ook alweer moest. Nou, dit werkt wel. Echt slecht, jongens. Dat jullie daar niet van gehoord hebben, TR Marathon. Het is echt heel slecht. Een soort van drink. Ja, bijna. Aan de andere kant, het geeft wel een boost, maar... Nee, ja. Nou wat. Ik ga alvast even een pijlen pakken. Oh, die is met bom. Wel zonder bom, alsjeblieft. Tour de Ronde Marathon. That one made me laugh. Tour de Doping, ja. Oh, daar zit iemand op. Nu heb ik ook iets mocht rijden. Woe! Het is wel niet zo heel veilig, maar ik heb wel iets mocht te rijden. Haha. Moet ik van, ja zeker, die toer, de dopen toer, moet wel, daar moet wel iets op verzonnen worden. Foto's van de trophy. Ja, die hebben ze. Althans, ik zag vanochtend een foto van een foto op ons Twitter en Facebook van de trophy. Dus ik ga ervan uit. Ik ga ervan uit dat die foto helemaal goed zit.
misschien verder nog iets mee heen trouwens. Geen idee eigenlijk. Krijgen of dit is wel echt een hele vette baas stem op te zien. Dope spel, Tour de France, ja. Oh. Haha, ik verschuil. Ja, waar ben ik nou, hè? Nou zie je me niet meer, hè? Nee, nou zie je niet meer. Om het hoekje. Haha. Oh, dat even nemen. Sluipschuttertje. Ah, hij heeft hem gezien. Nou, dan ging de sluipschutter. Dat zelfs als mensen niet kunnen streamen, is nu niet zo famous, ja. Dat, ja, zit wel in. Ik denk. Staat er iemand op? Nee. Auw! Dit is normaal. There's so many of them! Headshot. Loopt die weg? Dat kan ik ook. Ga toch eens weg, man! Bij mijn roepjes natuurlijk. Ja, tuurlijk werd ik gezien. Ja, mee eens, Raging. Dat moeten we zeker hebben. Dat is weg. Waarom heb ik zoveel moeite met het kapot slaan van een doos? Of doe gewoon GMEH clan of zo. Dat is op zich ook nog wel oké. Ik speel geen Battlefield. Ik speel wel LOL. Dus dat zou nog geen probleem zijn. Maar... LOL moet je gewoon... Ja, precies. Ik zat ergens een sleutel. Dips AD carry. Dips solo mid. Als we dan toch alles gaan callen, dan doe ik jezelf mee. Oh jongens, we hebben al bijna een heel team joh. De support AD carry. Solo mid. Nou. Gaat de goede kant op jongens. Was het niet een soort van trap of zo? Oh wacht, hier is het beest. Zij toch? Het was een soort van trap. Oh trap. Dat is de banhammer.
Jongens, we moeten die pakken.